Wie was jouw grote voorbeeld vroeger? Oeh, dat is een goede vraag. Ik keek veel naar Lionel Messi, denk ik. Ja. En als je dan op straat ging voetballen met vriendjes en zo, had je dan ook zoiets als wat hier nu gebeurt? Nou, ik moet zeggen, dit is wel echt een heel mooi pleintje. Wij vroeger hadden een, echt op de straat, echt op de stenen, waar ik vaak te vinden was. Maar dit met kunstgras is wel top. Hoe ging dat vroeger dan? Ging je dan ook met vriendjes van school of hoe ging dat? Ja, meestal dat. Na schooltijd direct of op het schoolplein verder of naar het voetbalveld. En daar was een pleintje. Dus dit is natuurlijk een prachtig initiatief. Hoe is het dan hier tussen zoveel kinderen nu als speler van Feyenoord die gastjes iets mee te mogen geven? Ja, is leuk. Is goed dat Feyenoord dat ook doet. Het is een kracht van Feyenoord. Ook dat de spelers daarbij betrokken worden, denk ik dat het alleen maar goed is. En je ziet het, de kindjes die vinden het prachtig en dat geeft ons ook veel energie. Ja, wat hoor je dan allemaal van die kinderen als ze je aanspreken? Ja, leuk. Ze kennen je naam, dat is leuk. En ze vragen van alles hoe het met me gaat. En het is leuk om ze zo bezig te zien. Ja. Hoe gaat het met je? Ja, goed. Ja. Ja. Want je hebt een aardige Jaap ook boven je oog. Ja, klopt. De hechtingen zijn er vandaag uitgegaan. Dus het ziet er volgens mij weer prima uit. Ja, het was best wel, we zaten op de tribune om verslag te doen. Het was best wel een situatie waarbij we ons echt allemaal elkaar aankeken. Zoiets van, jeetje, wat gebeurt hier, joh? Ja, ik had na die klap niet gelijk door dat het in me open lag. Het was een forse klap, maar het bleek dat het toch best wel wat open stond. En het is ook best wel een flinke Jaap geworden inderdaad. Ja. Uiteindelijk dan, je gaat van het veld af, want we zagen je echt je hoofd vasthouden ook op dat moment. Wat gebeurde er toen allemaal? Ja, uit de eigen reactie deed ik mijn handen een beetje voor mijn hoofd. Voor de rest heb ik weinig meegekregen van wat er om me heen gebeurde. En uiteindelijk is het gehecht in het ziekenhuis. En dat is allemaal heel goed verlopen eigenlijk. En nu geen last meer? Nee, nu geen last meer. Dus dat is mooi. Hoe kijk je terug op jouw terugkeer bij Feyenoord? Hè? Die een beetje met ups en downs is verlopen tot nu toe. Ja, ik kom inderdaad eigenlijk na de voorbereiding. Dus bij de eerste competitiewedstrijd. Nou, met die schorsing is dat geen lekker begin. En moet je ook gelijk twee wedstrijden van de kant bekijken. En het team draait natuurlijk gewoon door. Dus wat dat betreft was het even schakelen. Was het jammer dat ik niet gelijk ervoor bij was. Maar toch, ondanks de grote concurrentie, toch wel speelminuten gekregen. Hoe kijk je nu terug op jouw eigen, je eerste paar maanden, nu weer terug bij Feyenoord? Ja, goed. Natuurlijk is het aanpassen. Sowieso van de positie, wingback naar fullback, zoals Arne Slot het graag wil spelen. Dus dat is voor mij ook een nieuw proces waarin ik moet leren. Dus dat is mooi. Wat ik zeg, veel concurrentie, maar wel mijn minuten gemaakt. Dus daar ben ik wel blij mee. Welke verschillen merk je daarin, in dat wingback en fullback, wat de trainer graag van je wil zien? Wat is er specifiek anders? Ja, als wingback speel je toch een stuk hoger op het veld. Wat meer aan de zijkant. En nu met de fullbacks meer aan de binnenkant en wat lager. Dus dat is best wel een groot verschil in positie. Joh. Als je dan, je komt nu bij Feyenoord ook weer dan terug. Hè? Wat voor verschillen merk je nu ten opzichte van jouw vorige periode? Ik merk dat het team goed staat, dat de basisprincipes heel duidelijk zijn voor iedereen die hier al een aantal jaar speelt. En dat is mooi, dat is goed om te zien en ik denk dat Slot met zijn staf dat heel goed erin heeft gekregen. Je merkt ook denk ik wel iets aan de ambitie binnen de club, hè, wat er in die periode ook is veranderd. Want tegenwoordig gaat Feyenoord een wedstrijd in en dan is het van, deze wedstrijd moet wel over de streep worden getrokken. De lat gaat omhoog. Ja, de lat ligt hoog en dat is alleen maar goed, denk ik. Ook met mooi voetbal, met goed voetbal. Dus ik denk dat het mooie ontwikkelingen zijn. En het is voor mij persoonlijk natuurlijk heel mooi om daar weer onderdeel van te zijn. Ja. En om dan ook met Feyenoord in die Champions League te mogen spelen. Zeker, ja. Uiteindelijk belt Feyenoord of je terug wil komen. Nou, dat is een no-brainer. Maar dat Champions League erbij komt kijken, dat is natuurlijk hartstikke mooi. En dat is wat je als speler wilt. Een belangrijke periode ook aan, ook in de competitie natuurlijk, hè? Met PSV onder andere, waar heel erg naar wordt gekeken. Dat verschil ook met PSV, die 7 punten, hoe zie jij dat? Hoe zien jullie dat in de groep? Ja, ik denk dat het iedere periode een belangrijke periode op zich is. Natuurlijk deze ook met de Champions League die we door willen komen en met PSV die we treffen en die weinig fouten maken. Dus ongetwijfeld weer een mooie periode. Zo'n interlandperiode dan juist een fijne break of juist vervelend omdat er heel veel jongens over de hele wereld uitreizen? Ja, je merkt wel, zeker ik als niet-international, dat er heel veel jongens weg zijn. Dus ik denk dat het voor die jongens natuurlijk fantastisch is voor je land uit te komen. En voor ons is het iets rustiger met wat meer jeugdspelers, maar er wordt wel gewoon goed doorgewerkt. Je zegt ook voor mij als niet-international, is dat wel een ambitie die je zelf nog hebt opgelegd? Je bent 27 inmiddels. Ja, ik ben 27. Vorig jaar hebben we die vraag ook een aantal keer gesteld, maar wat ik zeg, ik probeer mijn eerste onbetwiste basisspeler te maken bij Feyenoord. Dat is al moeilijk zat, dus
dan uiteindelijk, als dat komt, dan is het natuurlijk mooi. Maar het is niet dat ik denk van dat is een heel groot doel voor mij. De competitie gaat verder zaterdag met een stadsderby uit bij Excelsior. Wat verwacht je daarvan? Klein veld, kunstgrasveld. Ja, klopt. Ik denk dat het geen makkelijke wedstrijd wordt, zeker niet. Mooie derby, leuk om te spelen en lekker in Rotterdam. Er staan hier nog wat jongens en meiden die een handtekening volgens mij willen en een fotootje. Ja, leuk. Hopen dat we allemaal een beetje aan de beurt komen.